daar bent u hier natuurlijk vooral voor. Ja, ik ben wethouder sport in deze gemeente, gemeente Rhede. Dan ben ik nog tot aanstaande dinsdag. Dan blijf ik wel wethouder, maar niet meer van sport helaas. U staat hier op het mooiste plekje van Nederland, want deze top waar we hier staan achter mij is uitgeroepen tot de mooiste top van Nederland. Dus vanaf daar mag u vandaag gaan fietsen. Ja, dames en heren, zo'n fietsevenement als dit wordt natuurlijk niet zomaar uit de grond gehaald. Daar is een hele organisatie voor nodig en heel veel vrijwilligers. En ik wil u vragen een applaus te geven voor al die mensen die dit georganiseerd hebben. Dank jullie wel. We doen het vandaag natuurlijk niet alleen voor de sportiviteit, maar ook voor het goede doel, de strijd tegen kanker. En ik hoop dat als u vandaag op de fiets zit, dat u daar ook nog eens een keer aan denkt. De organisatie die heeft de afgelopen 4 jaar al zo'n 25.000 euro bij elkaar geschaard voor dit goede doel. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Nou, ik zou ook tegen u willen zeggen, gezien de weersomstandigheden, denk vooral aan uw eigen veiligheid. En ik wens u een hele fijne dag toe. Dank u wel. Dan mogen jullie van start gaan. Heel veel succes! Wat zal het zijn?